Breda Nu. Je weet het meteen. In 2004 vertrok de nationale Taptoe uit Breda. Dit jaar brengt het Bredaanse showkorps Consento het evenement terug naar de stad. Ook was er dit jaar een showkorps uit Duitsland genaamd Iserlöhner Stadtmusikanten met 22 leden onder de 18. De tribunes zaten vol en er was veel ambiance van het publiek en de muzikanten. Ik loop voorop voor de band. Ik ben als het ware op straat de baas. Ja? Ja. Jij bent degene die met zo'n stok... Ja, ik noem dat stok. Ja, thermometer stok. Okay. Ja. En waarom ben je de baas? Ze kijken naar jou of ze volgen jou? Ja, ik geef aan wat er moet gebeuren en welke show er moet gebeuren en welke nummers ze moeten gaan spelen. En dat doe je allemaal door middel van die stok of gewoon door instructies? Mijn stok en met mijn handen. Kan je nou het voor de camera uitbeelden wat het signaal is van mannen, we gaan een pilsje drinken? Oh ja, daar hebben we nog geen stokteken voor, maar het is wel een goeie om mee te nemen. We zijn 2 jaar geleden begonnen met de hele organisatie van het hele gebeuren. Met 2 mensen zijn we begonnen en heeft later met 9 mensen verder gaan. Totaal 11 mensen aan de organisatie hebben we nou. Van Consento? Allemaal van Consento. Verwacht je nog rare of leuke of spannende dingen? Ja, we verwachten natuurlijk de korpsen die de top te lopen. En bij de finale hebben we een hele grote finale met een gezamenlijk nummer. Met alle muzikanten spelen dan mee. Breda Nu. Je weet het meteen.